BNP Paribas Fortis stelt voor. Alles is autobiografisch. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets zou maken dat ver van mijn bed ligt. Mijn vorige kortfilm ging over mensen die te vroeg gestorven zijn in mijn eigen omgeving. Kadet gaat over een vertroebelde vader-zoonrelatie. Sorry, papa. Waar dat ik iets over wou vertellen, omdat ik vind mijn persoonlijke ervaring met mijn vader is dat een voorwaardelijke relatie is. In de zin van, mijn moeder bijvoorbeeld, die steunde mij door dik en dun wat er ook gebeurt. Ook al is het heel vaag wat ik doe. Ik maak films, dat is een lange termijn plan dat misschien zelfs helemaal mislukt of wat dan ook. Maar dat maakt niet zoveel uit. Terwijl bij mijn vader had ik vaak het gevoel dat hij, letterlijk vroeg hij ook vaak van wanneer gaan we nu een vaste job zoeken en dit en dat. Maar op het moment dat er dan een première is, op het moment dat je resultaat kunt tonen, dan plots staat hij daar en is hij heel trots op je gemeend, oprecht. Maar de weg er naartoe is vaag en is moeilijk te begrijpen. En dat wou ik eigenlijk in deze film aantonen van, kijk, vaderliefde voor mij heeft altijd in een soort voorwaardelijke stemming bestaan. En ik hoop, ik heb de ambitie om zelf niet de vader te zijn die verwacht van zijn kinderen dat ze gaan presteren voordat ik mijn appreciatie of mijn liefde toon. Ik wil eigenlijk gewoon onvoorwaardelijk schenken. En daar ging deze film over. En de langspeelfilm die gaat ook over persoonlijke afrekeningen, over persoonlijke avonturen, over persoonlijke bedenkingen dat ik heb over opgroeien, over het feit dat je bijvoorbeeld van het moment dat je volwassen bent, dat je nooit meer terug kunt naar die naïeve, dromerige kindertijd. En om op je vraag antwoord te geven, ik vind niet dat... Ik kan me niet voorstellen dat ik een film zou maken over iets wat totaal niet bij mij persoonlijk past, of dat mij persoonlijk aanspreekt, of dat ergens een onderwerp is dat los van ver van mijn bed staat, of los van mijn leefwereld staat. Maar natuurlijk, de luxe aan films maken is dat je kunt verbergen achter een soort fictief jasje waarin je persoonlijke en je autobiografische onderwerpen eigenlijk presenteert. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.